Dag Manu, is het voor u nog speciaal om hier aanwezig te zijn op de Vlaamse jeugdkampioenschappen? Ja, eigenlijk wel. Hè. Dus we hebben lang... Ik heb zelf ook nog meegedaan aan de Vlaamse jeugdkampioenschap, maar dan spreek ik over meer dan 10 jaar geleden. Het is leuk om hier nog een keer terug te zijn. Ja. En als trainer, vind je dat speciaal? Ja, tuurlijk. Hè. Normaal gezien zit ik zelf in het bad en nu is het rond het bad. Dus het is een andere ingesteldheid. Dus... ik ben hier voor de jeugdzwemmers natuurlijk, van zwemclub Terborg-Meulebeke. Zelf zwem ik onder Gold Swimming Team, dus het is een beetje een samenwerking. Maar ik ben blij om de jongere jeugdzwemmers een beetje op te kweken naar een hoger niveau. En ze hebben het deze morgen al heel goed gedaan, dus hopelijk deze namiddag nog een keer. Wat zijn de belangrijkste tips die je probeert mee te geven aan de zwemmers? Ik probeer hen gewoon vooral te laten genieten van de passie dat ze kunnen krijgen in het zwemmen. Dat ze zich volledig kunnen laten ontplooien daarin. En die motivatie, een beetje de karakter kweken ook. Dag in dag uit in het water liggen. En ze worden ook sterker van. Niet alleen in het zwembad, maar ook uit het zwembad. Gewoon de teamgeest dat ze eigenlijk hebben ook. De zwemwereld is een andere wereld. En, ik denk dat ook wel een hele leuke wereld kan zijn, maar ze moeten gewoon leren omgaan met respect. En dat is iets wat je kweekt ook in die wereld. Dus dat probeer ik hen ook wel duidelijk te maken daarin. Herinner jij nog de eerste keer dat je hier aan de start stond van de Vlaamse jeugdkampioenschappen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik weet nog de Belgische jeugdkampioenschap, maar Vlaamse jeugdkampioenschappen, dat zit zo wat vaag. Hè. Het zit ver weg. Ja, het is... Ik weet nog dat ik meer op 100 vlinderslag zwom en dat waren soms tragere tijden dan ze nu aan het doen zijn. Dus ik kan alleen maar de tips geven aan hen van, ik was ook maar een mens en ze kijken op naar personen die naar de Olympische Spelen gegaan zijn. En als je daar tussen staat, tussen de zwemmers onderling, dan krijg je ook wel een beetje respect. En ik vind ook wel dat je een beetje... tussen de zwemmers onderling mocht staan ook en dat je ook zegt van kijk, weet je, ik heb ook gestaan zoals jullie, als jong hasje die ook gewoon voor het plezier naar het zwembad ging en dat is nog altijd gebleven, dus probeer dat ook gewoon mee te nemen naar later toe. Ja. Wat vind je zelf het leukste? Zwemmen of toch trainer zijn? Goh, ja, ik zwem nog altijd wel het liefst nu op dit moment, ja, maar ik heb wel dagen gehad dat ik soms liever trainer zou zijn ook. Je ziet je er zelf ook verder in evolueren in het trainerschap? Ja, eigenlijk wel. Het ligt mij heel hard. Die coaching vooral ook. Ook omdat ik misschien mijn bachelor behaald heb in de LO en ook voor een groep kan staan nu. Dat het didactische geven daarin wel ook een grote part speelt. Ik ben gewoon graag bezig met het geven van mijn tricks en drills. En om dat te kunnen doorgeven naar de jongere generatie. Ja, ik vind dat de max. Okay, super, dank je Manu.